Het instituut van de First Lady krijgt jaarlijks tal van hulpbehoevende verzoeken binnen van gezinnen. Een van de manieren waarop het instituut nu inspeelt op de verzoeken is het pilot broodproject voor scholen. Presidentsvrouw Melissa Santokhi-Sinacheri zegt aan journalisten dat dit pilotproject is bedoeld om de kinderen van de hulpbehoevende gezinnen te voorzien van brood, sap of melk. De financiering komt uit de pot armoedebestrijding van de staat en valt niet onder een openbare aanbesteding. Dit is geen openbare aanbesteding geweest. Wij hebben gewerkt conform de eisen, want vanuit de pot armoedebestrijding kon de verschillende organisaties, en dan is EFL niet uitgesloten, een project indienen op basis van wat voor onderzoek we hebben gepleegd. En we vonden het noodzakelijk om ons eisenpakket vast te stellen, zodat de bedrijven exact konden aangeven of ze konden voldoen of niet. Ja. En zo is het geworden. We hebben het 3-offerte-model gehanteerd. Dus dat wil zeggen dat je niet alleen naar 3 bedrijven schrijft, maar niet de mensen reageren niet. Dus je moet echt achter ze aanzetten. Je moet naar heel wat bedrijven schrijven en van wat binnengekomen is de top 3 ingeleverd. Santokhi-Sinacheri stelt dat het prioriteit is de gezondheid van de kinderen te beschermen. Al de belanghebbenden die deel uitmaakten van dit project waren dus aan strenge criteria onderworpen. Dus ons eisenpakket is uitgezet en iedereen moest daarop reageren. Het is onze hygiëne. Hygiëne is het allerbelangrijkste, ook vanwege het feit dat we COVID hebben gehad. We zijn nu aan het herstellen. Hygiëne, versheid, kwaliteit. En dat is waar ze moesten voldoen. En natuurlijk met de ontwikkelingen, dat we ook kijken van hoe snel kan je het leveren. Het is niet vanuit één centraal punt in de stad. En daarom werken we met lokale bakkerijen. Dus elk district van de 5 districten werken we met de lokale bakkerijen. We werken niet met individuen, we werken met de bakkerijen. De presidentsvrouwen zeggen dat er een grondige evaluatie komt na het afronden van dit pilotproject. Aan de hand van de resultaten zal er worden gekeken naar het natraject ter uitvoering van een uitgebreider project.